hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. Vandaag is het weer tijd. En het is niet zomaar tijd. Vorige video, heel succesvol. Heel leuk. Ik heb echt genoten. Was samen met Justin. Vandaag doe ik wederom hetzelfde, maar met een heel ander thema. Eigenlijk een soort ook heel andere video. Eigenlijk helemaal niet hetzelfde. En deze keer met iemand anders dan Justin. Namelijk met... Het was toch met Justin. Hey! Nymph. Welkom, we zijn er weer. Bij ons bekende oranje en blauwe platform. Wederom krijg jij het... Nee! Jawel, je krijgt het lelijke blauwe platform. Nu is je omgedraaid. Nee, dat is niet eens omgedraaid. Waar heb je het nou over? Oh ja, nee, laat maar. Ja, nee, laat maar. Ben je er klaar voor? Ja. We hebben het thema nog niet uitgelegd. Wat gaan we doen? Nee, we gaan een dier maken. En we switchen om de 5 minuten. Maar elke keer als we bij dezelfde beeld terugkomen, gaat er een minuutje af. Dus je weet eigenlijk nooit wat diegene aan het maken is, behalve de laatste minuut of laatste zomer. Ja, exact. Dus wat we gaan doen, is ik pak oranje, Justin pakt de lelijke blauw. We kiezen allebei een dier dat we gaan maken. Ik heb al een heel leuk dier in gedachten. Ja. En dan als de klok van 5 minuten weer op 0 staat, dan switchen we van kant. We weten niet van elkaar welk dier we maken. En dan moeten we verder gaan met elkaars beeld, zeg maar. Moeten we verder gaan. En ik ben heel benieuwd of Justin dan herkent wat ik bouw. Want misschien denkt hij wel, wie weet wil ik een olifant bouwen. En op een gegeven moment maakt hij er de kat van, weet je. Het kan helemaal fout gaan gewoon. We gaan het zien, Justin, in 3, 2... Oké, jongens, ik heb 5 minuten de tijd. De beeld die ik ga maken is een hamster. Ik wil legit een hamster gaan maken. En ik heb maar 5 minuten de tijd en oh mijn god, hoe moet ik beginnen? Ik zit niet eens in creative, wat moet ik gebruiken? Dus laten we beginnen met het neusje. Het moet een heel klein neusje worden. Ik wil hem wel een beetje op zich wel groot maken. Ik denk dat dit wel een leuk neusje is. Misschien gaat hij verward zijn met een muis of zo, weet je? En ik heb ook black nodig. Laten we ook de oogjes gelijk plaatsen op locatie. Ja, dit kan wel, dit kan wel. En dan heeft hij, ik ga toch een andere kleur gebruiken. Ik ga een beetje deze kleur gebruiken voor het lichaampje. Ik ben heel slecht in Wat is dit? Ik ben heel slecht in gezichten bouwen en zo. Oh mijn god, hij gaat het nooit herkennen wat ik van plan ben. En dat gaat het helemaal verpesten natuurlijk. Maar dit gaat een hamstertje zijn. Het lijkt er toch niet op. Het lijkt er niet eens op. Oh nee, ja, wacht, op zich. Misschien als de ogen een beetje uitsteken. Nee, de ogen mogen niet uitsteken, dat is cursed. Dit zijn de teentjes, ja. En dan komt nu het lichaampje eraan. En dat is iets donkerder ook. Dat zal ook zoals dit zijn. Oh, en hij moet hier zometeen dus aan verder, hè, Justin. En ik ben zo benieuwd of hij een beetje gaat doen wat ik van plan was. Ja, op zich lijkt het, het lijkt er niet op. Help, help, het lukt me niet. Oh, nee. Wat een drama dit. Wat zou hij denken wat het is? Ik ben zo benieuwd wat hij denkt als het moment dat hij op mijn kantje terechtkomt. Dat hij denkt van ja, dit gaat vast dit beestje zijn of zo. Ik zou ook niet weten wat dit is, echt waar. Ik zou niet weten wat dit is. Het heeft een veel spitser neusje. Wacht even hoor. En dan kijk, nu kan het de ogen kunnen ook uitsteken. Oh my days, wat cursed. Ik heb hem echt verpest. Wacht. Nou, op zich, het lijkt er wel op. Het lijkt er wel een beetje op. Lichtelijk. Heel lichtelijk. Nog een paar seconden, jongens. En dan moeten we switchen van plek. Dan moeten we omruilen. Nou, succes met de achterkant van mijn ding. Van mijn hamster. Het lijkt erop. Oh mijn god, het is tijd. Oh. Ben je er klaar voor? 3, 2, 1... Wat is dit? Wat bouw jij? Wat maak je? Er zit nog niet eens een gezicht aan. Hoe moet ik nou weten wat dit is? Ja, wat heb jij gemaakt? Nee, ik kan het op zich. Ik ga niet zeggen wat het is. Ik kan het een beetje herkennen toch? Ik heb geen... Nou, succes met je ding. Ik ga kijken wat ik hiervan kan maken. Yo, yo. Joejoe. Oh mijn god, jongens. Wat is dit? Wat bouwt hij? We hebben wederom 5 minuten de tijd. Wat bouwt hij? Nee, wat is dit? Ik denk dat hij een leeuw maakt, toch? Ik ga een leeuw, denk ik, maken. Oké, jongens, ik denk dat het een leeuw is. Maar ik weet het niet zeker. Alleen, wat voor kop is dit dan? Of is het een soort giraf? Nee, want dan zou zijn nek wel omhoog staan. Weet je, we gaan er gewoon een leeuw van maken. Gaan we eerst de manen maken? Oh my days, we gaan de manen maken. Ik denk dat het een leeuw is, maar ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon niet. Hoe moet ik nou weten wat het is? En hij is nu ook bezig met mijn beeld, jongens. En als de 5 minuten dan voorbij zijn, dan moeten we weer terug switchen. En dan kunnen we weer verder gaan met je eigen beeld. Maar dan gaat de tijd wel naar 4 minuten. Dus dan ga je weer heel snel switchen. En op een gegeven moment ben je dus alleen maar aan het switchen van plek naar plek. En dan kan je dus zien wat we van elkaars ding maken. Het is zo chaotisch, echt waar. Oké, nu de leeuwenkop erin. Kijk, dit zijn de oortjes zo. Weet je, jongens, ik ben niet gespecialiseerd in dit. Dit is niet mijn
expertise dieren bouwen en zo. Dus ik ben hier ook gewoon echt daadwerkelijk slecht in. Het kan zomaar een heel ander dier zijn, maar wat zou het dan moeten zijn? Hij bouwt toch gewoon een leeuw? Of heb ik dat dan helemaal fout? We gaan ook pas aan het einde tegen elkaar zeggen of we het goed hadden of wat we het fout hadden. Kijk, de leeuwenkop is soort van gecreëerd, de vorm van het hoofd. Laten we nu een spits neusje geven. Oh, maar deze, ik heb nog maar weer een wederom iets langer dan een minuut. De tijd gaat zo snel, dat is echt niet normaal. En dan hier is een neus die een beetje uitsteekt of zo. Oh mijn god, en daar moet weer dinges omheen, zo. Dit lijkt op zich wel toch op een neusje met zo'n wit kinnetje. Ik weet het niet, jongens. Ik vind het zo moeilijk om dit een beetje te bouwen uit mijn hoofd, zo. Een leeuwenkop, ik kan het ook gewoon niet. Op zich, het kan lelijker. I mean, ik heb lelijker dingen gebouwd, maar alsnog, ik vind het... ja, ik bedoel, het ziet er niet heel verkeerd uit, de leeuwenkop. En ik heb nog maar 13 seconden, dus het komt eigenlijk ook een beetje perfect uit qua tijd. Doe ik nog iets meer opvulling hier bij de manen, waardoor de manen niet al te lelijk zijn. Een beetje random is het zoals dit, maar hey, ik bedoel, ik hoop dat ik... Hij is zo plat. Oké, Justin, het is weer tijd. Ik heb echt heel erg mijn best. Ik weet niet of ik het goed heb, het dier wat jij hebt gemaakt. Nee, maar ik denk voor jou wel op zich. We gaan het zien. Je mag niet zeggen of ik het goed heb of niet, oké? Oké, 3, 2, 1. Wat is dit? Wat heb je gedaan? Oh mijn god, nee. Nee, oh mijn god. Oké, nou, we gaan verder. We krijgen nu 4 minuten de tijd, hè? Wat heb jij gedaan? We mag iets slopen. Nee. Je moet nu gewoon weer, zeg maar, aanpassen. Had ik het fout, nu moet jij jouw beeld moet je aanpassen op mijn beeld. Oh, moet ik er nu weer het dier in gaan vervormen wat ik wil maken? Ja. Je moet nu gewoon jouw dier verder bouwen, zeg maar. Ben je klaar voor 4 minuten, oké? Ja, is goed. Oké. Oké, tot zo. 3, 2, 1. Oké, jongens, we krijgen nu 4 minuten de tijd. Ik weet niet wat Justin ervan gemaakt heeft, maar dit is echt een lange hamster. En ik denk dat hij dacht dat ik een kat ging maken of zo, want hij heeft er een muis bij gedaan. Maar een hamster is net zo groot als een muis. En hij heeft hem eigenlijk een soort van al afgemaakt. Dus wat ik dan nu ga doen is... ik mag namelijk niet echt slopen. Ik moet nu gewoon aanpassen op de beeld die hij heeft gemaakt. Maar wat kan ik hier nou nog aan toevoegen? Weet je wat ik ga doen? Ik ga duidelijk maken voor hem dat dit een hamster was. Ik ga zo'n rat bouwen waar die beesten altijd in aan het rennen zijn. Kijk, het is een rat, dus het is een hamster, dus hij heeft een rat nodig waar die in aan het rennen is. Dat kan, en ik durf te wedden, hij denkt waarschijnlijk dat dit een kat of een muis of zo was. Oh mijn god, Justin. Oh mijn god, ik ben wel echt te groot aan het bouwen. Ik heb zo weinig tijd. Ik heb zo weinig tijd en ik hoop maar dat hij door kan hebben wat ik aan het bouwen ben. Ik moet het nu namelijk helemaal dicht bouwen. En ik denk dat ik dit overschat heb. Ik denk dat ik de tijd heb overschat met het feit dat ik een groot wiel wilde maken waar die in kan rennen. Oh nee. Oh nee. Ik heb de tijd te kort ingeschat. Ik heb namelijk nu nog maar 1,5 minuut, jongens. Nou, we gaan het zien. Misschien redden we het wel. Oké, nee, het ziet er niet uit. Het ziet er letterlijk niet uit. Wat heb ik gedaan? Dit is geen wiel. Tijd is om. Oké, Justin, tijd is om. Ik heb echt... Ik probeer, zeg maar, voor mijn gevoel heb je het fout. Dus ik heb wat erbij gebouwd waar je misschien kan denken van ja, dit, nu weet je wel wat het is. Maar we gaan weer switchen. Ben je er klaar voor? Ik probeer van dit ding mijn dier te maken. Ik ben zo benieuwd. Oké, 3, 2, 1. Wat is dit? Wat bouw jij? Oh, shit. Ik denk dat het nu wel duidelijk moet zijn wat ik aan het bouwen was, of niet? Ja, maar wel, moet ik er nu weer aanpassen dan? Ja, ik veel. Voeg dingen aan toe wat het nog meer wat met het dier te maken heeft. Oh mijn god. Ik denk dat ik nu ook weet wat jij aan het bouwen was, maar ik weet het niet zeker. Ik weet het niet zeker. Ik ga echt mijn best doen. Oké, 4 minuten in de tijd. Hè. Ben je er klaar voor? 3, 2, 1. Let's go. Oké, jongens, ik denk dat Justin een kameel aan het maken is, zoals ik het nu zie. Die nek. Maar ja, ik weet het niet. Ik moet er eigenlijk misschien weer een leeuw van afmaken. Maar door dat bultje hier, dan moet het toch een kameel zijn. Dus dan ga ik hier nog een bultje aan toevoegen. Maar wat zou het zijn? Ik weet het niet. Het is zo verwarrend. Dit was een vorige bultje. Dat is zo dom wat er allemaal gebouwd wordt. Ik denk dat het een kameel is. Echt waar. Ik ga hier gewoon nog een bultje maken. En dan hoop ik maar dat ik gelijk heb dat het een kameel is. Maar hij heeft zoveel random blokken geplaatst. En zoveel random dingen gebouwd. Maar hoe moet ik hier nog een kameel van maken? Het feit dat ik er al een leeuwenkop op heb geplopt.
Het is de leeuwenkammeel, het ziet er echt niet uit. Oh, dan zou ik even kleed overheen moeten doen. Dan doen we er red carpet doen we erover. Rode wol gaan we eroverheen doen. Alsof het echt een kameel is, weet je. Met zo'n kleedje over zich heen. Waar je dan op kan zitten en zo. Een soort zadeltje, weet je. Oh, sorry Justin voor het verpesten van je kameel. Echt waar. Ik dacht dat het een leeuw was. Ik weet nou niet zeker of het nou een kameel is of niet. Maar wat moet het anders zijn, jongens? Wat moet dit anders zijn? En dan in het midden een soort leren zadel. Misschien dat dat het is, weet je. Ik weet het niet, maar we gaan het zien. Ik ga gewoon een soort zadel op hem zetten. Ik weet het niet, jongens. Wanneer zie ik nou een kameel? Oh mijn god. Dit is het zadel waar je dan op zit. Jongens, ik weet toch niet hoe dat in elkaar zit. Ik ben echt aan het freeromen hier. En hopen dat ik het maar goed heb. Ik ben echt aan het hopen dat ik alles maar goed heb. Die leeuwenkop. Het is gewoon een leeuwenkameel, dit. Ja, oké, zo. Het ding is gemaakt. Hij heeft nog geen... Wat moet het anders zijn? Ik denk het echt. Met de hoefjes zo en... Oh, mijn god, maar... Ja, ik weet niet wat ik er nu nog aan toe moet voegen. Ik denk het. Tenzij ik het weer fout heb, maar... Ja, de tijd is ook letterlijk voorbij. De tijd is weer om. Ik hoop echt dat ik het nu wel goed heb. Ik heb geen idee wat je er bij moet bouwen. Nou, ik heb echt mijn best gedaan om het een soort van beter te maken. En misschien kloppend. Maar ik weet niet of het klopt. Oké, 3, 2, 1. Ik had veel te weinig tijd. Wat heb je gedaan? Wat is dit? Ik denk, je hebt het wel... Het idee heb je nu wel goed, denk ik. Ik denk dat je het concept al goed hebt. Wat heb jij gedaan? Wat is dit? Heb ik het weer fout? Heb ik het weer fout? Ik dacht dat ik het nu echt goed had. Ja, maar wat is het rood? Okay, ja, misschien heb je het al goed, maar je hebt het niet anders hier rood. Maar waarom moet ik hier aan verder bouwen? Oké, nou, ik ga kijken wat ik nog bij jou kan toevoegen. Maar het zullen we nog één keer doen, dus... nog één keer aan je eigen beeld, even de laatste 3 minuten. En daarna nog één laatste 3 minuten aan de andere beeld. En dan is het klaar, oké? Ja, is goed. Oké, 3, 2, 1, tot zo. Oké, we hebben nu dus 3 minuten de tijd. Dat is een stuk minder. En ik denk dat Justin een soort, ja, kooi wilde maken. Ik kan het niet helemaal afmaken, maar er zat ook een muisje in. Wat wilde hij hier doen? Een soort speelparadijs maken. Wat moet je nou toevoegen aan dit? Mij wilde zo... Ja, hij is al lang klaar, weet je. Dus wat moet je nou nog toevoegen aan dit? Oh, zo'n drinkfles. Ik heb een idee. Zo'n drinkfles. Oh mijn god, daar heb ik zo weinig tijd voor. Daar heb ik veel te weinig tijd voor. Oké, jongens, zo'n drinkfles. Want al die beesten hebben altijd zo... Waar ze dan, of, net zoals cavia's, weet je. Waar er allemaal water in zit. En dan kunnen ze dan gewoon uit drinken. Ik heb namelijk nu nog 2 minuten de tijd. Het gaat snel, joh, die tijd. Je wil niet weten. Want je moet bedenken en zo. Maar ja, daar heb je zo weinig tijd voor. Oh mijn god, dit is toch gewoon... Of heb ik het fout? Ja, die zit meestal vast. Oh, dit is zo moeilijk om te bouwen. Omdat het is zoiets simpels. Maar ja, wanneer doe je dit nou? Wanneer bouw je nou zoiets? Hij heeft echt een veel te grote kooi gemaakt, die Justin, jongen. Niet dat ze hooi eten, maar... Het lijkt een beetje op een voerbakkie. Hoppakee, zo. Het klopt wel een beetje. Dan heeft hij voer, dan heeft hij drinken. Wat heeft de kooi nog meer? Wat? Het is zo simpel, maar hij heeft er zo'n raar worstje van gemaakt. Hij heeft er letterlijk een raar worstje, die achterpootjes ook. Hij ligt op zijn buik. Het is alweer tijd. De 3 minuten zijn alweer voorbij. Ik wens je heel veel succes met de kooi die van plan was om te bouwen. Ik heb iets toegevoegd aan je kooi. Laten we kijken, oké? Ja, dan heb ik het wel goed, denk ik. Ik denk dat ik het goed had. Oh mijn god, jouw beeld is echt amazing gewoon nu. Die van jou is zo cool, die van mij... Oh mijn god, echt waar. Ja, maar er klopt niks van ik. Nou, ik... Oké, laatste 3 minuten. 3, 2, 1. Joe! 3 minuten zijn ingegaan. Het zijn de laatste 3 minuten. We kunnen nu elkaars beeld afmaken. En het is inderdaad een kameel, jongens. Ik heb het denk ik goed gehad. Doe het even zo, kijk. En dan krijgt hij ook nog een petje van mij. Ik vind deze beeld vind ik echt leuk geworden. Omdat er gewoon zoveel aan toe is gevoegd, weet je. Hoppakee, dan heeft hij een petje op. Dan krijgt hij nu nog... Dit is wel leuk om te... Hier, hij krijgt ook nog touwen in zijn handen. Want het moet natuurlijk wel vastzitten. Teugels. Ja, dat heet teugels volgens mij. Hij moet teugels hebben. Kijk, zo. Het is teugel 1. Kijk, jongens, hij heeft teugels. Het klopt niet helemaal, deze teugel. Die zit echt bovenop zijn hoofd. Dus die moet even fixen. Kijk, hij heeft teugeltjes. Ja! Hoe leuk is dit? Nu is het wel helemaal zo dat hij zo... Niet dat hij kan doen natuurlijk, maar hij moet wel gewoon goed vastzitten. Deze build, ik vind dat we deze samen echt goed hebben gemaakt. Die voor mij is echt mislukt aan mijn kant, maar dat is een beetje de fout van allebei natuurlijk. Maar deze kant, de onderkant is gewoon te weinig, maar deze kant is wel echt goed gelukt. Ik doe gewoon nog een soort kraagje eraan toe. Zo, heeft hij een kraagje. Buttons voor zijn ogen, dat klopt dan nog iets meer. En nog finishing touch, hij heeft nog even gepoept. En het is alweer tijd. Oké, Justin. De eindresultaten. Ben je er klaar voor? Oké. Ik heb 3, 2, 1.
Kooi. Kooi. Oké, ik vind het echt. Ik vind vooral de leeuwen, weet ik voor combo. Maar laten we gaan gokken of we het goed hadden. Mag ik bij jou eerst gokken wat het was? Dat is goed. Een lama. Ik wou een kameel. Maken. Oh, kameel zeg ik. Wat zeg ik nou? Lama. Ik bedoel kameel. Sorry. Oh ja, klopt. Ja, vandaar. Oh. Ik bedoel wel kameel. Ik had natuurlijk die bulten. Ik had wol eroverheen gelegd en een zadeltje gemaakt. Ja, ik was dus helemaal verward met het wol. Ik denk, wat is dit? Ja, ik zeg ook echt lama, maar ik bedoel kameel. Ik bedoel een kameel natuurlijk. Die leeuw. Ja, eerst dacht ik dat je een leeuw maakte. Dus ik had er een leeuwenkop op geplocht. Maar je wou al die tijd gewoon een lama. Ik dacht, ik maak die bult als laatste. Maar dat is lekker. Het is een leeuwenkameel. Oké, wat dacht je dat ik bouwde? Ja, eerst dacht ik, nou, dit is een kat. Nee. Toen dacht ik, maar je maakt er een kat van. Toen maakte hij dat rat. En dacht, nou, dat zou misschien dan wel een hamster kunnen zijn. Ja. Ja, het was een hamster. Maar jij hebt ook echt een muis bij gebouwd. Ja, ik dacht, ik maak een muis. Oh, mijn god. Ja, kameel. Ja, dit leek zo op een kat die gewoon leek aan het wachten. Niks. Nee, ik had zo'n... Ik weet het niet. Ik vond het wel een beetje op zich op een hamstertje lijken. Kopje, roze neusje. En jij wilde toen hier een soort huisje maken. Ja, ik dacht, ik maak hier zo'n huisje waar die in kan lekker en zo kan vermoedelen. Ja. Nee, ik maak eerst een kooi, maar ja, dat duurt te lang. Ik denk, nee. Ik vind onze kameleleeuw vind ik wel echt goed gelukt. Echt een hele goede... Heel goed kunstwerk. Maar, als ik er een poppetje op maak, dan is het wel haast wel zeker. Want die gaat er ook op een leeuw zitten. Ja, ik heb er teugels bij gemaakt en ik heb het zadel en zo. Nou, hij is leuk gelukt, moet ik zeggen. We laten weer aan de kijkers over welke heeft gewonnen. Ik denk dat deel 1 heeft blauw... heeft oranje gewonnen. Maar ik denk dat vandaag blauw heeft gewonnen. Kijkers beslissen. Zij mogen beslissen welke jullie het leukst vonden, jongens. Willen jullie nou meer weer van dit soort dingen zien... waar wij elkaars bult wederom verpesten en mooi... Maar ik vind die niet eens heel lelijk, moet ik eerst zeggen, die rechter. Nee, oké. Kijkers, jullie mogen beslissen. Heeft blauw gewonnen of heeft... Fantastisch. Oranje gewonnen. Laat het weten in de reacties. Justin, heb je nog iets te zeggen? Doei! Doei! Doei!